CAO en uitsluiting. Uitsluiting, dat zit zo. Sommige CAO's maken onderscheid tussen groepen werknemers. De een krijgt wel een bonus en de ander niet. De een krijgt overuren met toeslag uitbetaald en de ander niet. Is dat eerlijk? Bijvoorbeeld, iemand heeft een contract voor 32 uur per week. De normale werkweek is 40 uur. De afgelopen week was het enorm druk. Ze maakte daarom 40 uur, 8 uur meer dan in haar contract staat. Worden die 8 uur extra nu als overuren betaald, dus met toeslag, of niet? Om dit soort van kwesties gaat het bij uitsluiting. De beste manier om hier uit te komen is bij twijfel twisten. Een stevige discussie tussen CAO-onderhandelaars brengt meestal wel helderheid. Het resultaat is dan dat in de CAO een bepaling komt te staan die bewust bepaalde werknemers anders belooft dan anderen. Ongelijke beloning dus. Als ongelijke beloning bewust in de CAO is opgenomen, zijn de sociale partners het erover eens. Dan is er ook een principiële discussie aan vooraf gegaan. Ongelijke beloning mag alleen als er goede, objectieve redenen voor zijn. Die objectieve redenen worden volgens een vaste redenering gevonden. In maximaal 6 stappen. Die 6 stappen staan beschreven in de rechtvaardigingstoets op de website gelijkloon.nl. Iedereen kan die toets zelf doen, werknemers en werkgevers. Blijft de twijfel? Op naar de deskundige. Of aankloppen bij de commissie gelijke behandeling. Soms moet de rechter eraan te pas komen, tot aan het Europese Hof van Justitie toe. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat er grondige afwegingen worden gemaakt, zodat ongelijke beloning niet onbedoeld een CAO insluipt.